Opziener zal met iemand die dingen niet doet of dingen niet begrijpt, redeneren. Iemand zal zelf de raad van Jehova's woord toepassen en begrijpen. Zo'n rijpheid dient iemand te verkrijgen. En dat is de juiste houding van een opziener in de gemeente. Om een broeder of zuster zo ver te helpen, kost tijd. Broeder Piet spreekt hier over het onderwerp, de opziener van een gelukkige kudde. Die misschien hiervan worden gevraagd, hebben soms tot gevolg dat een verkondiger eeuwig blijft leven, in plaats van opstandig wordt in de gemeente en doodgaat. Zo licht vergeten wij dat het Gods geest is en dat het niet een mens is, nog enkele andere mensen die eventueel de taak hebben om dienaren aan te stellen. Nee, Gods Heilige Geest. Elke dienaar die het ambt in Jehovah's organisatie wil bekleden of mag bekleden, moet toegeven. Het leiderschap door dienaar is de titel van de lezing die broeder kapitein hier houdt. Jij hebt naar dit ambt gestreefd. En hoe heb je dit gedaan? Hoe heeft een dienaar gestreefd naar het ambt? Wel, hij legt de grote rijpheid aan de dag. Hij streeft ernaar die rijpheid uit te laten groeien. Hij had liefde voor zijn naaste. Hij toonde dit in zijn handelwijze. En we willen allen deze geest nauwkeurig leren kennen en weten wat wij door deze geest ontvangen. Dit is een van de twee zwembaden waar het doop plaatsvond. Al degenen die hier als doopkandidaat naar binnen gingen, hadden zich tevoren reeds aan Jehovah God opgedragen om zijn wil te doen en hadden luid de vragen met ja beantwoord die tijdens de dooplezing door de spreker werden gesteld. De doop die hier plaatsvindt wijkt in belangrijke mate af van de wijze zoals de zogenaamde christenheid dit doet. Hier wordt het volkomen schriftuurlijke voorbeeld van Christus nagevolgd. Hij liet zich niet dopen ter afwassing van erfzonden, hij liet zich dopen ter bekrachtiging of ter symbolisering van het feit dat hij zich had opgedragen de wil van zijn hemelse vader te volbrengen. Wat erin bestond, de naam van zijn hemelse vader te rechtvaardigen, het evangelie van Gods koninkrijk bekend te maken en zijn leven te geven als rantsoen voor datgene wat in de Hof van Eden verloren is gegaan. Christus gaf de opdracht aan zijn discipelen te prediken, te onderwijzen en te dopen, op de wijze zoals hier gebeurt, door onderdompeling. Jehovah's getuigen in deze tijd prediken en onderwijzen op precies dezelfde wijze. Zij die zich hier laten dopen, zijn door de prediking ertoe gekomen Gods woord te onderzoeken. Ze lieten zich door anderen onderwijzen in de schrift. Ze hebben zich losgemaakt van de verdorven werken deze wereld en hebben het besluit genomen Jehovah God gedurende hun verdere leven te dienen. Onderdompelen is voor de opdracht een passend symbool. Het onderwater gaan wordt afgebeeld dat zij hun levenswijze of hun komst op deze oude wereld afleggen. Het opkomen uit het water beeld af dat zij een nieuw leven beginnen, over een komst door Gods wil. Op deze dag werden in de twee zwembaden tezamen 3027 personen gedoopt. Allen hadden de oude wereld achter zich gelaten wat hun werken betreft en hebben de hoop gevestigd op de nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid. Het hoogtepunt van het congres is de openbare lezing op zondag, getiteld Wanneer God over de gehele aarde als koning regeert. Om de inwoners van München en omgeving van deze belangrijke lezing in kennis te stellen, werden verschillende ochtenden gedurende de congresweek ter beschikking gesteld van de aankondiging daarvan. Velen van de buitenlandse broeders en zusters waren de Duitse taal niet machtig, maar toch namen ze deel aan het aankondigingswerk. Ze liepen met aankondigingsborden, gaven de voorbijgangers pamfletten die de aandacht op de lezing vestigden
en werkten met de Duitse broeders en zusters samen in het vernuisterd huiswerk. Terug uit de velddienst wandelden wij langs het prachtige Duitse podium met zijn mooie bloemen en fonteinen. Door het zien van al dat moois kunnen wij ons een beeld vormen van de nieuwe wereld waar met onbeperkte middelen de aarde verfraaid zal worden tot een waar lusthof. Nadat wij de warme maaltijden genuttigd hadden, spoedden we ons naar de Nederlandse Koninkrijkszaal, want deze middag zou een resolutie ter aanneming worden voorgelegd. Allen een resolutie dienen aan te nemen. En broeder Engelkamp zal ons dan deze resolutie voorlezen. Broeder Engelkamp. Wij, Jehova's getuigen, te München in Duitsland bijeengekomen op het eeuwige Goede Nieuwscongres dat deel uitmaakt van een doorlopende serie die in dit jaar 1963 rond de gehele wereld wordt gehouden, verklaren en nemen per resolutie het volgende aan. Dat de ene levende en ware God, de schepper van hemel en aarde, wiens naam Jehovah is, de enige God is die wij vrezen en verheerlijken. Hem alleen zullen wij aanbidden. Voor hem alleen zullen wij getuigen zijn in de universele strijd die thans aan de gang is, betreffende de vraag, wie is de eeuwige, alwijze, almachtige God? En bij alle mensen, overal ter wereld, van welk ras of welke nationaliteit dan ook, stam, kleur en taal, zullen wij erop aandringen om hem alleen als de ware God die zijn gelijken niet kent, te aanbidden. Dat de Bijbel onder inspiratie, oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en het oude Grieks opgetekend, zijn geschreven woord is. Het is het kanaal van de enige openbaarde religie die de absolute waarheid en de onfeilbare gids voor reine, voor God aanvaardbare aanbidding is. En aan hem zijn we onze hoogste trouw en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd. Alleen met zijn toestemming en onder zijn toelating hebben de mensen politieke regering in het leven geroepen om datgene tot stand te brengen wat van openbaar belang wordt geacht. Zijn toestemming hiervoor zou niet voor eeuwig of zelfs tot op onbepaalde tijd blijven bestaan, maar zou worden opgeheven door de oprichting van het koninkrijk van zijn geliefde zoon, de Messias of de Gezalfde, de Christus, die toen hij als een volmaakte man op aarde verbleef, Jezus werd genoemd. Na de resolutie hoorden we de lezing van broeder Nor, hierbij gestaan voor vertaling door broeder Engelkamp, getiteld De voltrekking van het goddelijk oordeel aan de valse religie. Hij vertelde dat te midden van de valse religie de ware religie is blijven bestaan. Omdat er maar één ware God is, kan er ook maar één ware religie zijn. De Satan wil alleen de valse religie. Vandaar dat de valse religie onder de invloed staat van de demonen. Aan het slot werd het boek vrijgegeven getiteld Uw naam worden geheiligd in het Nederlands, zodat we weer nieuwe stof kregen tot Bijbelstudie en het vermeerderen van onze kennis en inzichten. Het hoogtepunt van het congres in vier talen was aangebroken. Luistert u maar. And the religious rulers along with the political rulers hail it as the only hope for mankind. En de religieuze leiders tezamen met de politieke leiders prijzen dit apparaat als de enige redding voor de mensheid. The prophet Zechariah says. Heeft de profeet Zacharia het volgende gezegd. And Jehovah must become king over all the earth. En Jehovah moet koning worden over de gehele aarde. In de tegenwoordige mensheid zuchtte de mensheid vanwege de belastingen. But it will not be so under the kingdom of the heavens. Maar dan, onder het koninkrijk der hemelen, zal het niet zo zijn. What material support does Jehovah God as universal sovereign need from mankind? Wat heeft Jehovah God als de universele heerser toch nodig van de mensheid? He is the creator of all things. Hij is de schepper van alles. The whole universe belongs to him. Het hele universum behoort hem toe. Bij elkaar waren er 107.164 aanwezigen die de lezing aanhoorden. Hij sprak erover dat in deze tijd de mensen spreken over zelfbeschikkingsrechten, volkeren en nationale soevereiniteit over gebieden.
Maar zij vragen zich niet af hoe het met de goddelijke soevereiniteit over de aarde gesteld is. Wie heeft er meer dan God het recht een koninklijke regering over de gehele aarde op te richten? Hij is de schepper van de aarde en alles wat erop leeft, alles behoort hem toe. Alles heeft zijn bestaan te danken aan hem. En we wensen dat alle 107.000 aanwezigen een gratis exemplaar krijgen. We have copies of this lecture in the French, the Hollandish and the German language. En we hebben exemplaren van deze brochure in de Duitse, Franse en Nederlandse hallen. To a free copy. U kunt allemaal een gratis exemplaar krijgen. Achter deze duizenden auto's luisterden de Duitse broeders en zusters. Een opziener heeft in de gemeente een verschrikkelijke grote hoeveelheid werk. All of the congregation publishers should be grateful for the service that he is rendering. En alle gemeenteverkondigers zullen dankbaar moeten zijn voor de dienst die de gemeenteopziener verricht. He certainly devotes more than 10 hours a month. Hij werkt stellig meer dan 10 uur per maand. Als 10 stunden nur im Monat. He may be doing that in his house-to-house work and in Bible study. Het kan zijn dat hij 10 uur besteedt van huis tot huis en in Bijbelstudies. But much more is required of him in connection with organizing the congregation, the service meetings and the other study groups. Maar van hem wordt veel meer verwacht wat het organiseren van de gemeente betreft, de studiegroepen enzovoorts. Suppose we might say we wish that Armageddon would come very soon. Ik geloof dat wij zouden willen zeggen, ik hoop dat Armageddon vlug komt. Dass Armageddon bald kommen würde. But if Jehovah has work for us to do, then we want to be doing what he wants us to do right now. Maar indien Jehovah werk voor ons te doen heeft, dan willen wij graag datgene doen wat Jehovah wil dat we nu doen. Already Jehovah God has allowed us to bring 1 million people out of Babylon. Jehovah God heeft ons nu reeds toegelaten om 1 miljoen mensen uit Babylon te brengen. And it may be that there are still to be millions now living that will never die. En het kan zijn dat er nog miljoenen thans levenden zijn die nimmer zullen sterven. So we will wait upon Jehovah for direction. Wij zullen dus voor leiding op Jehovah wachten. And we will keep on preaching this good news until all those that need liberation from the devil's organization will have received it. En wij zullen dit goede nieuws blijven prediken totdat allen die bevrijding uit de duivels organisatie nodig hebben, bevrijd zullen zijn. I'm sure that we will never forget this grand assembly. Ik ben er zeker van dat we deze grootse vergadering nooit zullen vergeten. Ja, we zullen deze vergadering zeker niet vergeten. We waren Jehovah dankbaar voor deze prachtige vergadering. We hadden heel veel geleerd deze 8 dagen. We hadden ons voorgenomen de geleerde punten thuis in de praktijk te brengen, zodat we Jehovah met nog meer ijver kunnen dienen. We zijn nu 47 jaar verder in het jaar 2010. Het aantal verkondigers is van bijna 1 miljoen in 1963 tot meer dan 7 miljoen gestegen. En ieder die God in waarheid aanbidt en zijn wil doet, kan uitzien naar een zekere toekomst van eeuwig leven. Het is verstandig het tot een goede gewoonte te maken ons onderwijs met de schrift te toetsen, zoals de raad die met 1 Johannes 4 vers 1 en 1 Korinthe 4 vers 6 gegeven is in de dagtekst van 12 augustus 2010. Op youtube.com tabub 01 en de website debijbeltruth.info vindt u met een link vele onderwerpen als een hulp voor uw persoonlijke Bijbelstudie en ook meer historische gebeurtenissen.